De subsidie is voor het hele gebied Uilensteden. Dus echt vanaf de tram en de sneltram tot, ik zou willen zeggen, aan de achterkant van het terrein. Heel Uilensteden wordt op dit moment gerenoveerd. Nou, zoveel jaar is dat ook nodig. Er is een hoop wat eigenlijk inmiddels erg gedateerd is. En we hebben nu de mogelijkheid, mede dankzij deze subsidie van 5 miljoen euro, de mogelijkheid om het hele gebied echt heel goed op te knappen, heel goed aan te pakken. Nou, wij vinden het gewoon totaal geweldig dat we 5 miljoen euro krijgen. Dit gaat totaal naar de nieuwe herinrichting van Uilensteden. Waarbij wij hopen dat Uilensteden hierbij nog een bruisendere en nog beter leefbare studentencampus wordt. En waarvoor gaan jullie het geld precies gebruiken? Wat zijn de plannen? Nou, de hele buitenruimte van Uilensteden wordt dus geherstructureerd. Er zal een nieuwe entree komen voor Uilensteden. Het hele centrumplein zal worden aangepakt. Er komt een of andere mozaïekplein, waarbij eigen inbreng van de bewoners ook welkom is. De parkeerplaatsen zullen veranderd worden, dat er meer auto's buiten de wijk komen en minder auto's in de wijk. Er zullen enkele meubels geplaatst worden waar studenten in de zomer kunnen hangen. Zodat de ontmoeting tussen studenten ook beter gaat en dat de buitenruimte daarbij helpt. En is dat nou nodig juist in deze tijd? Ja, dat vind ik wel. Want je kunt niet, omdat het wat slechter gaat in het land, besluiten helemaal niets meer te doen. Dan ziet het land er over een paar jaar wel heel erg verdrietig uit. En zullen de bewoners dan geen last krijgen van de herstructurering? Een herstructurering brengt altijd overlast mee naar de bewoners. Wij als bewonersvereniging zullen zoveel mogelijk doen om die overlast te beperken. We willen gewoon heel scherp zijn op de gemeente en op de uitvoerders dat afspraken gehaald worden. We willen ook contactpersonen binnen de gemeente regelen, zodat al het overlast zo snel mogelijk gemeld zou kunnen worden bij de gemeente. En het is onze taak om die overlast die er wel zal komen, beperkt blijft.